Patroon 7 vandaag. Nou, als het goed is heb je gisteren, of in ieder geval deze, afgemaakt. En gaan we nu op de oranje toer beginnen met patroon 7. En als je op de tekening ziet, zijn dat alleen maar stokjes. Dus je gaat nu 39 stokjes haken. Je eindigt dus met patroon 6 met oranje. En dan ga je eerst de 3 losse haken. Dit is je eerste stokje, dus deze hoef je niet meer te haken. En dan ga je naar de tweede vaste. Moet je wel even omslaan. En dan haak je een stokje. 3 naar 2 naar 1. Om de losse heen haak je een stokje. In de vaste haak je een stokje. Om de losse heen haak je een stokje. In de vaste haak je een stokje. En zo haak je 39 stokjes voor toer 1. Ja, omdat ik mijn sjaal al af heb, dan denk je van wat ziet ze nou? Die sjaal is helemaal niet... Wat je nu aan het haken bent is helemaal niet de sjaal. Nee, ja, voor de filmpjes moet ik even net doen alsof ik weer bij het patroon 7 ben. Ben ik natuurlijk niet. Ja, ik wist ook niet dat ik hier overal filmpjes bij zou maken. Maar ja, goed, het is wel voor sommige mensen haken fijner met een filmpje dan dat ze het uitgeschreven of op patroon lezen. En vaak als je een filmpje ziet... En je ziet dan ook het geschreven patroon en het uitgetekende patroon, dat je ook een beetje leert om patronen te lezen. Zo moeilijk is het eigenlijk ook weer niet. Dus om de losse een stokje, in de vaste een stokje. Zo haak je je toer af. In de laatste vaste een stokje. En als het goed is, maar heb ik er nu 39. Ik tel altijd even 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 4, 6, 8, 30. 2, 4, 6, 8, 39. Bij deze sjaal is het wel zaak dat je goed telt, blijft tellen. Toer 2. Begin je met 3 lossen, het eerste stokje. Eigenlijk 4 lossen, want er komt een losse na het stokje. Dan sla je een stokje over, dus dit is de eerste stokje wat je net hebt gehaakt. Deze sla je over, dus in het derde stokje haak je een stokje. Lossen, je slaat een stokje over, dus deze haak je niet. Deze weer wel. Lossen, slaat een stokje over. Losse stokje, dus je slaat, ja eigenlijk is het heel simpel, lossen en je slaat het onderliggende stokje over, dus je krijgt een soort tunneltje. De buurman is aan het klussen, dat je denkt wat zijn ze aan het schieten. Dus je krijgt een tunneltje, of in ieder geval eigenlijk maak je een soort blokje. Stokje, losse, stokje, losse, stokje, losse. En als het goed is en je hebt goed geteld, moet je ook weer helemaal uitkomen bij deze toer.
Want ik kom ook uit, zie je, een losse. En in de laatste, derde losse eigenlijk, haak je nog een stokje. Het is geen mooi stokje. Soms dan splijt het katoen een beetje. Nou, dan kom ik toch altijd weer even uit. Nu gaan we toer 3. Dat is de meest ingewikkelde van dit patroon. Je start met 3 lossen, draait je haakwerk om en je gaat een schuin stokje maken eigenlijk. Dus je slaat de lossen over, dus deze sla je over en je haakt een stokje in het tweede stokje. Nu haak je een losse en om dit stokje heen haak je een popcorn van 4 stokjes. Dus dit is 1, 2, 3 en 4. Nu heb ik 5 lussen op mijn haaknaald staan en die haal ik in 1 keer door. Dat was de popcorn. Oh, ik kan wel goed doorhalen. Dit is het popcornje, maar die heb ik nu een beetje scheef gehaakt. En dat komt eigenlijk omdat je hem dus om het stokje heen haakt. Het stokje wat je net hebt gehaakt, daar haak je hem omheen. Nu haak ik een stokje in de volgende stokje, in het volgende stokje. Nu haak ik weer een stokje in het volgende stokje. Dus ik sla de losse over. Want ik ga het scheve popcornje haken, dus dat komt wel weer goed. Dus een losse. En de popcorn is niks anders dan stokjes, maar die je niet doorhaalt, maar straks met 4 keer wel doorhaalt. Dit is 2, dit is 3, dit is 4, 5 lussen in 1 keer doorhalen. En nou haak ik een stokje, dus ik sla gelijk weer over. Dus mijn popcornje hangt nu hoog, maar omdat ik hem nu hiernaast ga haken, wordt hij naar beneden gehaald. Een stokje. Weer een stokje in het volgende stokje. Een losse en de popcornjes weer eromheen. Dus 1, 2 stokjes, 3 en 4. 5 lussen in 1 keer doorhalen. Omslag, een stokje in het volgende stokje. Een stokje. Dus je hebt eigenlijk 2 stokjes achter elkaar. Een losse en dan het popcornje om het tweede stokje. Aan het eind van deze toer heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 popcornjes gehaakt. Ik heb er 3, dus nog 1 erbij. Dit is 4. Stokje. Nog een stokje. Een losse. En de popcorn om het stokje heen. 3. En 4. En doorhalen. Stokje. Dus de 2 stokjes weer. Een losse en het popcornje. Drie en 4. Doorhalen. Stokje. En weer een stokje. Een losse en mijn popcorn. Dus je maakt eigenlijk een beetje een schuine popcorn vandaag. Dit is 3. Dit is 4. Doorhalen. Stokje. Stokje. Losse. 1. 2. 3. 4
doorhalen. Eén. Twee. En lossen. En mijn laatste popcorn. Twee. Drie. Vier. En nog twee stokjes. Daar eindig ik mee. Een stokje. En in de laatste, de derde lossen. Mijn laatste stokje. Nu heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 popcorntjes gehaakt. Dat klopt ook. Dus we hebben het goed gedaan. Dus je ziet zo meteen weer een toer met stokjes en lossen. Een toer met alleen maar stokjes. Stokjes lossen. Popcorn met stokjes. En dan stokjes lossen. Eigenlijk is het, als je het eenmaal weet, is het niet zo ingewikkeld. Toer 4 laat ik nog even zien, omdat je moet weten waar je in moet steken. 3 lossen is het eerste stokje. 1 extra lossen. En ik steek in de volgende stokje, maak ik een stokje. Lossen. En nu steek ik eigenlijk in het... Hier hadden we een extra, dit is een popcorntje, en hier hadden we een extra losse bij gedaan, weet je het nog? Dus je gaat hier in de losse, haak je een stokje. Lossen. Stokje. Die is niet zo moeilijk. Nu lossen. En dan in het gaatje, hier tussen, haal je omhoog en haak je je stokje. Dus lossen, stokje, lossen. En hier heb je dus weer tussen het popcorntje eigenlijk in. Hier zit een gat, zie je hem? Daar haal je mee omhoog. En dan haak je je stokje. Dus hij komt eigenlijk een beetje op het popcorntje te zitten, zie je dat? Zo ga je verder met dit patroon. Dus je haakt in totaal 3, 6, 9 toeren. En dan heb je 2 keer zo'n toer van die pareltjes, popcorntjes gehaakt. Nou, veel succes met patroon 7 vandaag. En morgen patroon 8, de tulpen. Bedankt voor het klikken op mijn advertentie. Altijd fijn als je zelfs een beetje helpt. En tot morgen. Bij het blog en bij creatief staan advertenties. Als je daar een klikje op wil geven. Ik doe dit gewoon vrijwillig, gratis. Ik verdien er bijna niks aan, want het hosten van mijn website kost ook best veel geld. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ja, ik wil geen betaalde patronen gaan doen. Vind ik zo gedoe. En ik vind het leuk als ik iets maak dat mensen zeggen, goh, wat leuk. En dat ik dan kan zeggen, het patroon staat op mijn website. Alsjeblieft geen verzoeken of ik op verzoek wil haken. Daarom zet ik mijn patronen op mijn website. Ik vind het leuk om dingen te ontwerpen. 1 keer. En ik hoef er niet 16 keer dezelfde sjaal te haken. Dat vind ik... Dat mag je zelf proberen. Dus vandaar dat ik Juf Sas daarmee ben begonnen. Dus geef een klikje op mijn website. Of op een advertentie als je het leuk vindt.